Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Awesome dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Doe alvast allemaal even een blauw duimpje omhoog. Als je namelijk een blauw duimpje omhoog doet op deze video, heb je meer geluk in je leven. En als we de 7000 likes op deze video kunnen halen, ga ik meer Minecraft op mijn kanaal spelen. Vandaag jongens gaan we dus Minecraft spelen. Ja ja, maar we gaan niet zomaar Minecraft spelen. We gaan Minecraft spelen in een SpongeBob map. Ik heb deze map zojuist geïnstalleerd. Ik heb werkelijk waar geen idee van wat ik kan gaan verwachten in deze map. Maar het leek me wel heel erg leuk om deze map een keer voor jullie te gaan spelen. Dus jongens, without further ado, we gaan gewoon lekker beginnen met deze map. Zoals jullie kunnen zien, ik heb een inventaris vol met spullen. Ik heb SpongeBob SquarePants in mijn inventaris zitten. Ik heb Gary de Sneeuw, oftewel de Snak Gerrit in mijn inventaris zitten. Ik heb wat vis in mijn inventaris zitten. Dit is mevrouw Puff, dat is zeg maar die directrice of die juffrouw die zeg maar rijles geeft in SpongeBob. Patrick Zeester en ik heb hier een boekje. Nou, in het boekje staat in ieder geval gewoon een hele hoop, gewoon dat je lekker de stad kunt gaan verkennen van SpongeBob, oftewel Bikini Bottom, zoals het geloof ik heet. Ik zie daar al het huis van SpongeBob. Ik zie daar het huis van Octo. En ik zie daar het huis van Patrick. Ik vind het echt super leuk dat dit er is, jongens. Gewoon fucking SpongeBob in Minecraft. Ik vind het echt werkelijk waar fantastisch. En waarom staat hier een hakenkruis? Het zal wel. In ieder geval, laten we even aanbellen bij het huis van SpongeBob. En laten we even kijken of we daar naar binnen kunnen. Ja hoor, we zijn in het huis van SpongeBob. Wat is dit toch leuk, jongens. Het fucking huis van SpongeBob. Dit is de keuken van SpongeBob. Waar een lekkere taart te vinden is. En wat heb je hier nog meer? Wat is dit? Is dit een soort van de hal of zo? Ik heb echt geen idee. We spelen in ieder geval in creative, dus we kunnen onszelf ook weer heel erg makkelijk naar buiten helpen. Namelijk gewoon op deze manier, hoppakee. Nou, laten we gewoon eens even gaan kijken hoe het er allemaal uitziet. Ik vlieg een beetje door deze map heen. Ik ga in deze video eigenlijk gewoon de map verkennen. En natuurlijk aan het einde van de video de map opblazen. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk om te doen. Nou, ik zie hier het huis van Octo, de welbekende. Ja, weet je wat ik altijd doe? Ik maak altijd een vergelijking tussen Team DutchTuber en SpongeBob. Ik zie mezelf als SpongeBob. Ik zie Jaylen als Patrick. Ik zie Tolgan als Octo. Zeg maar, ik ben altijd degene die het enthousiastst is en de meest domme ideeën heeft. Patrick, oftewel Jaylen, is eigenlijk degene die ze uitvoert. En Octo, oftewel Tolgan, is altijd degene die ziet dat het niet echt het slimste idee is. Maar oké, dit is het huis van Octo. Superleuk. Leuke inrichting ook. Kijk, waar zijn we nu? Oh, hier, Octo. Wat heb jij allemaal in jouw kisten zitten? Helemaal niets. Octo is een beetje een scary guy. Misschien heeft hij hier iets in zitten. We gaan het even checken. Hier zit ook helemaal niets in. Het is ook wel heel erg scary wat hij allemaal heeft. Kunnen we hier even naar buiten? Weet je, fuck it. We gaan gewoon lekker via de raampjes naar buiten. Hoppakee. YOLO! Woe! Oh, ik vind het trouwens wel heel vet hoor, jongens. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger als kind wou ik eigenlijk altijd al gewoon een keer echt op bezoek kunnen in Bikini Bottom. Het leek me zo leuk om hier gewoon echt een keer rond te kunnen lopen. Dit is trouwens het huis van Patrick. Wat gebeurt er als je dit omdraait? Kunnen we dan hier naar binnen? Of wat is dit? Oh, dit is gewoon het huis van Patrick, jongens. We gaan eens even kijken wat hier binnen te vinden is in het huis van Patrick. Het huis van Patrick! Het bed van Patrick. We hebben hier de opslag van Patrick. Een hele hoop eten heeft hij. Patrick is ook een beetje de dikkere van hun allemaal. Hij heeft zijn eigen troon, jongens. Je kunt zeggen over Patrick wat hij wilt, maar hij heeft wel gewoon zijn eigen troon. Dus ik vind dat hij hartstikke trots op zichzelf mag zijn. En hier heb je zeg maar die normale huisjes die je natuurlijk altijd zag in SpongeBob, waar zeg maar gewoon die normale vissen in leefden. Wat dus eigenlijk niet echt heel speciaal was. Er zullen waarschijnlijk ook niet heel erg veel speciale dingen in te vinden zijn. Nee, klopt. Nou, laten we eens even kijken of we een bezoekje kunnen gaan brengen aan de krokante krab. Want dat lijkt mij ook heel erg leuk om een keer te doen. De krokante krab. Je hebt natuurlijk de maatemmer. Dat is natuurlijk, ik kan het me nog allemaal zo goed herinneren, jongens. De maatemmer, dat was natuurlijk het huis van, of het restaurant van Plankton. Plankton is natuurlijk de slechterik die altijd het geheime recept van de krabburger wou stelen van meneer Krabs. Wat is dit? Wat is dit voor huis? Dit kan ik me niet meer herinneren. Oh, dit is het huis van meneer Krabs. Hier zou natuurlijk wel een hele hoop geld in te vinden zijn. Het welbekende huis van meneer Krabs. Of is dit... Wat is dit? Dit lijkt wel een soort van restaurant. Maar ik kan me niet herinneren wat voor restaurant dit dan is. Want voor zover ik mij kan heugen zijn er maar twee restaurants. En dat is namelijk het restaurant van Plankton en het restaurant van... ja, jullie weten natuurlijk wel wie van meneer Krabs. Oftewel de krokante krab. Nou, oké. Okay, we gaan even in de krokante krab kijken, jongens. Let's go. Woe! Ik vind het wel echt heel vet nagemaakt, jongens. Ik vind het er echt heel tof uitzien. De krokante krab. Wat gebeurt er trouwens als we Gary de Sneeuw... Nou, dat is eigenlijk het is geen slak, maar het is eigenlijk gewoon een kat. Maar dat maakt niet uit. Wat is hierin te vinden? Dit is de plek waar Octo natuurlijk altijd zat. Waar Octo de bestellingen opnam van SpongeBob. En SpongeBob die zit dan natuurlijk altijd hier zo. Hier wordt het krabburgertje op klaargemaakt. En ik vind het wel heel leuk hoe ze dit hebben gedaan. Dit is de fridge. Don't get frozen. Ik kan me die aflevering nog heel goed herinneren. Dat SpongeBob vast zat in de koelkast. In de vrieskist, zeg maar. Hele leuke herinneringen zijn dat. Oké, hier is de maatemmer. Dit is uiteraard... Deze vind ik dat wel heel vet nagemaakt. Dit is uiteraard het restaurant van Plankton. De kwaadaardige Plankton. Wat is hierin te vinden? Hallo? Keuken. Wow! Wow, dit is groot. Wow. Is het Plankton zelf of zo? Jeetje, Mina, dit is groot. De kitchen. Wow, jongens. De maatemmer is echt ongelooflijk groot. Even serieus. Dit is dus eigenlijk alleen nog maar... Wat is dit allemaal? Water bottles. Wat zit hierin? Water. Oké. Nou, dit is eigenlijk alleen nog maar de maatemmer. Oftewel, dit is alleen nog maar... Oh, zitten we nou... Oh, wat doe ik?
Ik wil terug naar de oppervlakte. Ik wil terug naar de oppervlakte. Ah, oké, okay, we zijn weer terug. Wow, jongens. De maatemmer die is heel erg groot. Nou, laten we nog eens even gaan kijken of je nog meer hebt. Ik kan me herinneren dat ook dat een supermarkt was. Een supermarkt in SpongeBob. Er zat een soort van schedeltje op. Ja, die is daar. Hé, hey, ik kon dat me gewoon nog herinneren. De supermarkt. Superleuk. Laten we er ook even naartoe gaan. Zo leuk om dit allemaal te zien, jongens. Om dit allemaal mee te maken in Minecraft vorm. Als jullie dus meer van dit soort video's willen, laat dan allemaal even een blauw duimpje achter. Dan ga ik er meer van maken. Ja, dit kan ik me nog zo goed herinneren. Ik kan me nog een aflevering herinneren dat de dochter van meneer Krabs, die was jarig. En dan ging SpongeBob en Patrick moesten een verjaardagsfeestje organiseren. En daarvoor kregen zij het geldpasje van meneer Krabs. En toen hebben ze het iets te groot aangepakt. Toen gingen ze... Hé, hey, ga eens open. Zo, dat kan het natuurlijk ook. Toen gingen ze namelijk naar deze supermarkt toe. En toen kochten ze alles leeg. En toen was meneer Krabs heel boos. Ik kan me alles nog herinneren, jongens. Willen jullie dat ik gewoon een keer SpongeBob the Game ga spelen op mijn kanaal? Zou ook gewoon kunnen, hoor. Ik kan gewoon SpongeBob the Game spelen. Waarom niet? Even kijken. Wat is dit eigenlijk? Dit is een schip. Dit is de mal. Oh, dat is het winkelcentrum in SpongeBob. Oké. Okay. Nou, we gaan lekker rebels gewoon via deze kant erin. Ik bedoel, waarom niet? Het winkelcentrum, jongens. Ik hoor ook gewoon een schaap in het winkelcentrum. Ik bedoel, waarom niet? Ik vind het echt prachtig, jongens, hoe ze dit hebben nagemaakt. Oké. Okay. Ik denk dat we het meeste nu al hebben gezien. Wat is dit? Dit is het hotel. Oh, die kan ik me nog herinneren. De aflevering dat Octo in het hotel ging verblijven. Ik weet alles nog, jongens. Ik weet werkelijk waar alles nog. Laten we eens even gaan kijken wat voor mooie kamers ze allemaal hebben in dit hotel. Nou, het ziet er toch hartstikke mooi uit. Zullen we gewoon even naar de bovenste verdieping gaan van het hotel? Let's go to de bovenste verdieping van het hotel. Let's go. Wow. Kijk dan, jongens. Echt, dit is zo ongelooflijk groot. Hé, hey, kwallen. Dat zijn de kwallen waar SpongeBob en Patrick altijd op aan het jagen waren. Super episch. Wat is dit? Dit is de windmolen. Die kan ik me ook nog goed herinneren. Echt, waar ik ook kom, ik kan me alles nog herinneren, jongens, hier in SpongeBob. Oh, wat is dat? Oh my god, wat is dat? Dat is de kwartaardige bal. Het is de kwartaardige bal hier in SpongeBob. Oh shit, jongens, we moeten uitkijken. De kwartaardige bal. Ik kan me die raar genoeg niet meer herinneren uit een bepaalde aflevering. Het is in ieder geval wel heel vet hoe ze het hebben nagemaakt, jongens. Ik moet het jullie eerlijk meegeven. Ik vind het echt heel erg episch uitzien. Nou, ik denk dat het moment is aangebroken dat we alles wel hebben gezien. Oh nee, dat heb ik nog niet gezien. Of wel? Of was dat nou die supermarkt? Ik weet het niet meer. Nou, of nee, wacht, hier zijn we nog helemaal niet geweest. Wat is dit? Oh my god, jongens. Waar zijn we nu dan uitgekomen? We zijn uitgekomen bij de vuurtoren. Oh! Dit weet ik nog. Dit is natuurlijk de school van SpongeBob. Waar juffrouw Puff SpongeBob probeerde een rijbewijs te laten halen. Wat SpongeBob natuurlijk nooit is gelukt. Omdat SpongeBob namelijk niet heel erg handig was in het halen van een rijbewijs. Nou, laten we eens even gaan kijken wat hier binnen is. Even kijken. Klonk, klonk. Zo. Nou, dit ziet er hartstikke mooi uit. Ik heb het wel gezien. Moment is aangebroken, jongens. We gaan de boel een beetje opblazen. Ik kan me herinneren dat als je, geloof ik, 1 reel pakt. Ik weet het niet zeker hoor, hoe dat ook weer ging. Je pakt 1 reel. En dan pak je natuurlijk even flint en steel. Wat is dit? Dat kan ik helemaal niet. Kijk, ik heb echt alweer een flinke tijd geen Minecraft gespeeld, jongens. Sorry. Het is voor mij allemaal weer even wennen. Als jullie trouwens meer Minecraft willen, hey, laat het gewoon weten in de comments. Want hey, misschien is het wel weer, een nieuw tijdperk. Hier op DutchTuber. Of hier op DutchTuber. Hier bij DutchTuber. Dat ik gewoon weer lekker Minecraft voor jullie moet gaan spelen. Dat is natuurlijk gewoon te doen als jullie dat leuk vinden. En dan ga ik dus gewoon weer lekker veel Minecraft uploaden. Like back in the days. Gewoon lekker erin editen en zo. Jullie weten hoe we het doen. Ik kan het gewoon doen als jullie dat leuk vinden. Oké, okay, ik ga gewoon even het huis van SpongeBob even opblazen. Als het goed is ging dat zo, toch? Dan deed je zo. En dan plaats je er heel veel. En als je er... Wow! Wow, dat was een hele grote explosie. Dat was echt een huge ass explosie. Oké, okay, even kijken. Wacht even hoor. Zo. Oké, okay, daar gaan we. We gaan even heel veel neerzetten. Ik geloof dat we er nu echt heel veel neerzetten. Oh shit. En daar gaat het huis van SpongeBob. Nou, we gaan er even lekker veel neerzetten. We gaan even het hele huis van SpongeBob opblazen. Er is trouwens ook wel een keer een aflevering geweest van SpongeBob, geloof ik, waarbij zijn huis opgeblazen werd. Ik kan het me niet meer heel goed herinneren. Dat is natuurlijk ook voor mij allemaal weer een tijdje geleden. Al moet ik zeggen, ik heb laatst nog SpongeBob de film gekeken op Netflix. Ik weet niet waarom ik dat deed. Het was fucking 5 uur 's ochtends en ik kon niet slapen. Ik had de hele nacht video's geëdit voor jullie, dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga mezelf verwennen met gewoon even SpongeBob te kijken. En dat ging ik dus doen. Het was echt fucking grappig. Jullie kennen het waarschijnlijk wel dat de kroon van Neptunus gestolen werd. Of heet hij wel Neptunus? Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Maar dat had dan weer met plankton te maken zo. Weet je, we gaan gewoon de kokante krab en de ananas van SpongeBob opblazen, jongens. We gaan het gewoon allebei opblazen. Let's go. Gaan we gewoon beide dingen opblazen. Kom op, we kunnen dit. Oh shit, jongens. Dit wordt een drama, hoor. Dit wordt een drama. Maar dan zijn we in ieder geval wel tevreden over deze video. Dan hebben we in ieder geval onze hele jeugd gewoon even opgeblazen. Ik bedoel, waarom niet? Oké, okay, let's go. 3, 2, 1. Daar gaat hij, jongens. Oh, time set day, time set day. Zo. Oh shit. Domino Day 2016. Oh my god. Oh my god. Daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Dag, dag, bikini bottom. Dag, dag, jeugd. Doei, doei, SpongeBob. Oh, deze zijn niet afgegaan. Oh, oeps. Zo. Zo, hop. Hop, hop. Oh my god.
Daar gaat het huis van SpongeBob, jongens. Daar gaat het huis van SpongeBob. Oh shit, jongens. Oh shit. Oh shit. Nou ja, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om deze video voor jullie op te nemen. Ik vond het hartstikke leuk om eens een keer een kijkje in mijn soort van jeugd te nemen. Al ben ik eigenlijk nog steeds een klein kind. Maakt helemaal niet uit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Als we de 8000 likes op deze video kunnen halen, ga ik zeker weten meer video's uploaden waarin ik weer Minecraft speel. Want ik denk dat jullie dat wel leuk vinden. Dus dan ga ik dat gewoon lekker vaker doen. Dus doe even een like. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volg mij natuurlijk even op Instagram, Snapchat en natuurlijk Twitter. En er zijn ook DutchTuber t-shirts te koop. Wil je nou een DutchTuber t-shirt kopen? Check dan even de bovenste link in de beschrijving. Ze zijn namelijk te koop. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Tot de volgende keer en later mensen.